Dat is een mooi moment waarop u binnenkomt hier in Venlo. Want u ziet rechts Ralf Seuntjes, inmiddels in het shirt van NAC Breda. Welkom, goedemiddag. En daar in Burgerklofje, Gerald Promes. Twee oudspelers van VVV. Waar nu pas afscheid van genomen kan gaan worden. Gerald Promes die in februari 2019 zijn knieschijf brak. En daardoor op 35-jarige leeftijd uiteindelijk een einde zag komen aan een mooie carrière. Die onder andere ook bij Telstar heeft gebracht. Datzelfde geldt voor Ralf Seuntjes, die heeft daar ook gespeeld. Maar ze hebben dus ook allebei bij VVV gespeeld. En daar wordt dan nu officieel afscheid van genomen. Van Gerald Promes, meer dan 150 duels voor VVV. En Ralf Seuntjes, misschien ook wel een beetje in de hoop dat hij dadelijk wat mild zal zijn als de wedstrijd eenmaal begint. Want dan gaat hij met NAC tegen zijn oude club spelen. U ziet intussen de elf van VVV met de doelman Lucas Zima. En Sanusi de Boer en Van Rooyen zijn de middenvelders. Schooien, Braken en Roemer. Braken kwam terug van Livorno. En daar hebben ze toen meteen doelman Zima ook maar mee opgehaald. NAC, dat kan overleggen dat het Schouten mist, dat het Pilaten mist en dat het De Rooij mist. En dat het daarom tamelijk gehandicapt aan de start verschijnt. Veel jonge jongens op de bank. Maar wel in het bezit van nieuwe spelers als Seuntjes die we dus al uitgebreid hebben kunnen bewonderen. Dit is Bakker, ook gekomen bij NAC van ADO af. Doorgespeeld door Mashart. En als dit verder mag, dan is het een enorme kans voor Kerstens. Ja, daar had hij wel wat meer mee mogen doen, Kerstens. Even kijken wat er is met Braken. Hij staat zelf op de bal. Dan plezeert hij zich aan de knie. Doet hij daar toch echt zichzelf aan. Maakt het allemaal niet minder pijnlijk. Laten we hopen voor VVV dat het ook maar een klein pijntje is en een beetje schrik. NAC weer op zoek. Nu met Kerstens weer. Die hem goed weglegt voor Mashart. Die bij de tweede paal, de eerste paal, Seuntjes vindt. En die doet wat Seuntjes altijd doet, tenminste in goede doen. En wel heel snel in de tiende minuut zet hij NAC op voorsprong. Dat heeft dus niet geholpen, dat schilderij en al die bloemen. Seuntjes is onverbiddelijk. En de eerste de beste mogelijkheid die hij krijgt, die benut hij bij de eerste paal. Voorzet van Mashart. Hier is Kerstens. Mashart goed mee doorgelopen en Seuntjes, ja, hoe hij hem raakt, raakt hij hem. Raakt hem zoals Seuntjes dat wel vaker pleegt te doen. Een echte spits komt op de juiste plaats. Dat is ook al heel vroeg. Blesseerde zichzelf toch Sven Braken. De knie begint voor VVV dus allemaal slecht in eigen huis. Bastiaans er dus ingekomen. Buffonge. En dan in de rebound. Was daar bijna de gelegenheid voor NAC om nog een keer toe te slaan. Dat is een aardige bal. Een beetje gedragen ook door de wind, want er staat behoorlijk wat wind. De ene keer wat meer dan de andere keer. En dan gaat VVV op zoek naar de gelijkmaker en vindt Diepering dit een vrije trap waard. Niet zo slim om daar een tackle te maken. En die gaat er aardig in. Wat heet. Die zit er prachtig in. VVV in de 21ste minuut. Op gelijke hoogte. En hij geeft een aardig kaartje af. Brian Coughlin. Centrale verdediger. Van Magdeburg gekomen. En laat zien dat een vrije trap nemen ook gedaan kan worden door een verdediger. Blessure. Een van de spelers van NAC. De glijpartij bij Rutte. Ook hij een VVV-verleden trouwens. Net als Seuntjes. Schooien. Ja, met rechts kan hij aardig uithalen. Olij weet het. Olij voorkomt een treffer. Met de linkervoet naar de rechter. En dan die bal in de richting van de verre hoek. Olij heeft erop gerekend.
Hij moet snel komen dus. Sneller dan verwacht. Ja, die Leeuw. Rutte was er al uit. Er komt een mannetje bij. Kerstens zoekt het met Rut, met Seuntjes moet ik zeggen. En dan ja, durft hij het zelf niet. Legt hij terug. En Seuntjes, bal net van richting veranderd. Hoekschop NAC. En uitstekende redding. En nodig ook van Zima. Op die kopbal met een stuit. Kijk nog een keer naar Velanas. Mooie kopbal, wat lastig zat. Schroeien stopt daar te loeren. De Boer vangt op. Schroeien, ja, is weer slim, is er net weer even eerder bij. Het is niet de eerste keer dat hij een vrije trap verdient. Hij scoorde er al eentje. En eentje belandde in de muur. En deze ook in de muur. Ja, hij moet ze echt niet meer nemen. Dan gaan ze hele reputatie meteen weer naar de vaantjes. De reputatie die hij met die eerste vrije trap zo zorgvuldig had opgebouwd. Ja, twee keer mis daarna. Dan ga je toch denken aan toevalstreffer. Een aardige bal. En Olij met de borst is niet goed wat anders te doen daar. Bal die indraait en Seuntjes die hem achterover kopt. In de handen van Tsima. Kerstens. Dreigende draaiacties, maar het kwam uiteindelijk tot niks. Via Asagari en Kerstens, de jonge jongens bij NAC. En dan aan de andere kant, Roemer. Goeie bal. En die wordt in eigen doel geschoten, zeg Russelen. Jongen, jongen, jongen. Ja, alle vrijheid, alle tijd. Echt niet onder druk gezet. Maar dat heeft hij er blijkbaar niet nodig om hem feilloos langs zijn eigen doelman te schieten. Dat is een fijne meevaller voor VVV. Wat bezielde Russelen. Want kijk, er is hier wel gezelschap. Maar er staat op meters afstand van hem. Waarom zou je dit doen? Het Leliendal op 15 meter. Hoeft helemaal zich nergens druk over te maken. Velanas. Probeerde daar Russelen te bereiken. Natuurlijk prima uitgangspositie zo voor VVV. Wat toch een beetje de onderliggende partij is. Maar en nu als een razende uit kan komen, Bastiaans geen buitenspel. Bastiaans houdt het overzicht, want geeft hem maar Roemer. En die schuift hem niet langs doelman Olij. Dat was even wat te makkelijk. Daar de mogelijkheid voor VVV om 3-1 te komen. Laten ze liggen. Pas hard. En NAC heeft wel de bal. Veelal de bal, maar verzint niet zo gek veel meer. Bastiaans aan de rechterkant is alleen, dus moet dit wel zo. Olij klaart het karwei. Dubbele wissel bij NAC Breda. Maar Kotzebue, ook een jonge aanvaller. En Boris van Schuppen, groot talent. En hier gaan komen, maar ja. Hoe groot je talent ook is, als je in de slotfase van een wedstrijd erin moet komen. Om als jonkie daar de boel te veranderen. Dat is toch een lastige klus. Wordt dit nog wat?
Wordt dit nog wat voor NAC Breda? Ja, bal tegen de arm aangespeeld, maar meteen het brede armgebaar van Dieperink dat hij dat niks vindt, dat hij het wel gezien heeft. Arie Leeuw met grote passen en nu de voortzetting. Ja, dan doe je al die moeite. Roemer is snel, maar Roemer is denk ik ook wel een beetje moe. Die bal van Leliendal. De Boer. Is de bal alweer snel kwijt. Dat doet VVV te weinig met dat moment om er verder uit te komen. En dus kan NAC weer komen. Dan is het in ieder geval de hele wedstrijd door spannend geweest. Niet altijd even fraai, maar wel spannend. Hier is Van Schuppen. Mazhart. Velanas. Da Graza haalde weg. Maar. Haaien. Goeie schietkans. Haaien. Wordt niet lastig gevallen door die Johansson. Die sukkelt er wat bij. En dan komt hij wel nog bij Seuntjes terecht. Goeie kans. 2-2. 2-2. NAC doet het dan toch. Het is niet onverdiend. Boris van Schuppen is de jonge held. Opmerkelijk moment. Maar kijk hier. Johansson die sukkelt er maar wat. Die nummer 10 van VVV. En dan komt de bal hier bij Seuntjes. En dan moet er nog wel wat gebeuren hoor. Seuntjes legt hem af. En Van Schuppen met links goed uitgehaald. En kan Seuntjes dus een doelpunt en een assist op de lijst zetten. Tsiba gaat er wel weg, maar hier is NAC weer met Koshia. Ja, Koshia. Oeh, de rebound nog. Kotzebue. NAC heel dicht bij de winst. Wat schiet Seuntjes die bal zacht in. VVV NAC 2-2. Veel fouten. Strijdlust. Het zat er allemaal wel in, maar verveeld. Dat heb ik me niet en ik hoop u ook niet.